Ja, het lastige bij die meneer is dat hij vaak niet in zijn eigen rolstoel zit. Maar in, of niet in onze rolstoel, maar in zijn eigen rolstoel. En die is dus echt niet goed. Dus daar moet ik iets mee. En een glijplank zal geregeld worden. Het is wel de bedoeling dat hij het met een glijplank doet, niet met het kussentje. Ik ben Sophie. Ik ben ergotherapeut op de dwarslesieafdeling. Ik ben 25 jaar en ik werk nu 3,5 jaar bij Reade. Zo. Waar gaan we nu naartoe? We gaan nu naar een revalidant van mij met een hoge incomplete dwarslesie die hier al een tijdje verblijft. We gaan even de handen doorbewegen en kijken hoe het met hem gaat. Goedemorgen. Hey, hallo. Hey, goedemorgen. Hoe is het? Ja, goed feestje. Ja? Ja, ik kom voor je handen. Okay. Weer. Yes? Yeah. Ik denk dat ik een van de mooiste banen ter wereld heb. Werken in een revalidatiecentrum maakt dat je mensen vooruit helpt. De mensen gaan hier ook daadwerkelijk vooruit. En je ziet ze binnenkomen in een van de kwetsbaarste periodes van hun leven. En daar mag je aan bijdragen om die mensen weer mens te laten voelen, als het ware. En weer terug te laten gaan als echte participant in de maatschappij. Het is enorm dankbaar werk in de zorg en zo ontzettend belangrijk ook. Ik ben de handen aan het doorbewegen en dat doen we dagelijks om ervoor te zorgen dus dat de gewrichtjes in de handen soepel blijven. En daarnaast zijn we heel veel aan het oefenen met actieve handfunctie. Dus om ervoor te zorgen dat meneer weer zoveel mogelijk zelf kan doen met de handen. Daarvoor is het dus wel belangrijk dat de hand soepel blijft. Hoe gaat het met de pijn? Pijn. Doet het zeer? Ja? Of valt het, is het te doen? Ja? Okay. Vind je dat je onderbetaald wordt? Ik vind niet dat ik per se onderbetaald word. Maar ik vind wel dat wij meer waardering moeten krijgen voor ons werk wat wij uitoefenen. Omdat het juist zo enorm belangrijk is. En zorg is een mensenrecht. Hè. Iedereen heeft daar recht op, heeft recht op goede zorg. Maar goede zorg kan alleen geleverd worden als daar bijvoorbeeld een goede cao voor is. Als de medewerkers voldoende tijd en geld krijgen. Het zijn complexe zaken. Het is werk wat fysiek, maar ook zeker mentaal enorm belastend is voor ons. En dat moet gewoon gewaardeerd worden. Hallo. We gaan u eventjes uit bed of naar bed toe brengen. Yes. Ja? We hebben de lift meegenomen. Ik ben Teddy, 46 jaar. Ik werk als verpleegkundige in het Bovenijsziekenhuis op de afdeling chirurgie orthopedie. En ik werk bijna 22 jaar in dit ziekenhuis en nog steeds met heel veel plezier. Pas op uw hoofd. Ja. Ik heb echt een leuk vak. Ja. Ja. Waar zit dat hem in? In de patiënten, het contact met de patiënten. Het Bovenijsziekenhuis is een klein ziekenhuis. Dus korte lijnen met alle andere disciplines. Je hebt de oudere patiënt, je hebt de jongere patiënt. De onwijze diversiteit. Echt Amsterdams midden in het, in het leven. Ja. Ligt u goed zo? Ja, wel. Het is zeker een pittig vak. Er gebeurt veel. Je hebt hele zieke mensen. Mensen die thuissituaties waarin je moet ondersteunen, extern. En het is gewoon heel divers. Lieverd, het is klaar. Ja? Ik ga. Dank u wel. Oké, graag gedaan. En dan naar de meer zal komen. Wel toch? Oké, doeg. Zo. Mag je even proberen je arm zelf zo ver mogelijk omhoog? Goed zo, kijk. Hartstikke goed. Waar wij tegenaan lopen, maar ook zeker andere revalidatiecentra. En nou, je hoeft de krant maar één keer open te slaan per week en daar staat wel weer een artikel in. Maar ook ziekenhuizen dus. Is dat er eigenlijk te weinig goede plekken zijn waar zorg geleverd kan worden. Het komt mede door een enorm verpleegkundige tekort. Maar ook door het tekort aan toegankelijke rolstoelwoningen en verpleeghuizen. De afgelopen jaren heeft het kabinet enorm bezuinigd op de sluiting van verpleeghuizen. Wat nu dus tot de gevolgen leidt dat mensen hier opgenomen zijn die hier eigenlijk niet meer horen. Een aantal patiënten van ons die nu bij ons in de kliniek liggen, die moeten weg. In die zin dat ze toe zijn aan een volgende stap. Maar die volgende stap is er niet, want er is geen plaats. In een verpleeghuis niet. Er zijn geen geschikte woningen in Amsterdam. En omstreken, er is geen thuiszorg die geregeld kan worden. En dat schuurt. Dus wij,
Mensen houden hier een bed bezet, terwijl eigenlijk in het ziekenhuis al iemand ligt te wachten om ook hierheen te komen voor revalidatie. Dus in die zin slippen alle wegen gewoon dicht. Het is echt een heel groot probleem. En dat is het geval bij deze meneer? Dat is ook het geval bij deze meneer. Houdt dat zijn vooruitgang ook tegen? Nou ja, hij krijgt hier natuurlijk goede zorg. Dus het houdt voornamelijk zijn leven tegen, als het ware. Ik bedoel, hij moet ook verder. Zo. Kan je zelf op play drukken? Lukt dat? Ik ga je helpen. Juist. Dat later. Nu doei. Doei. Maakt hier de heftigste dingen mee. Mensen die na een auto of een motorongeluk hier binnenkomen, een dwarslesie of een hersenletsel of hersenletsel oplopen. Dus ja, mentaal doet dat echt wat met je. Je maakt echt kennis met een mens in zijn kwetsbaarste fase eigenlijk. Ja. Hoe ga je daarmee om? Het scheelt dat ik het eigenlijk niet zo mee naar huis neem. Ik heb dat geluk dat ik dat niet doe. Daarnaast zoek ik gewoon voldoende afleiding buiten werktijd om eigenlijk. Zo, we gaan nu weer terug naar kantoor. Ga ik even achter de computer om wat dingen op te schrijven over deze patiënt. Ja, wat schrijf je dan allemaal op? Ja, nou ja, eigenlijk zaken die ik met de patiënt heb gedaan. Hoe dat ging. En een vervolgstap daarvoor, zodat iedereen dat kan nalezen. Is veel werk? Het is veel werk, ja, absoluut. Ja. En helaas is het werk waar je niet altijd genoeg tijd voor krijgt. Dus wat je tussendoor moet doen. Eigenlijk tijd die je liever aan de patiënt zou willen besteden, maar waar je gedurende de dag toch mee bezig bent. Ik heb nog een uur te werken, ik heb nog een patiënt die ik moet zien, maar ik moet eigenlijk ook nog van 5 patiënten rapporteren. Dus dat komt dan voor je eigen rekening? Zo zou je het kunnen zien. Ja, het valt voor mij denk ik wel mee. Ik red het vaak wel binnen de bestaande uren. Maar er zijn echt genoeg collega's die hier structureel tot 5, 6 uur, misschien nog wel later zitten. En dat is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling. Oh, als u een momentje heeft, dan roep ik even de stoma-verpleegkundige. Ik hoor iets piepen. Ja, ik hoor ook iets piepen. Hallo meneer. Hi, ik maak lawaai. Ik hoor het. Ik hoor het. Help me. Ja, de werkdruk is hoog en dat heeft met name te maken door het vele verloop op onze afdeling. Gaat het goed? Ja, het jeukt een beetje, maar... Wat jeukt een beetje? Mijn wond. Oh, uw wond. En wat heel arilex is, ik krijg weer gevoel in mijn tenen. Dus net alsof ze er zeg maar met elektriciteit doorheen aan het... Oké, maar dat was niet zo en er zit nu wel weer gevoel in. Het gevoel begint terug te komen. Het is een beetje alsof je vanuit de kou, zeg maar, vanuit fietsen, ja, dan weer naar binnen komt. Oké. En dat was gewoon het nare tintelende gevoel. Snap ik. Heeft u dat vanmorgen ook aangegeven bij de dokter? Ja, dat hoort erbij. Oké. Het is gewoon even zo. Een nasty gevoel. Ja, snap ik. Af en toe gewoon even lekker met het been omhoog gaan liggen. Ja, een stukje lopen. Niet goed. Precies, een stukje lopen. Niet te veel naar beneden laten hangen. Uitzonderingen dagen laten, want er liggen ook een aantal patiënten die lastig door te plaatsen zijn naar een revalidatieplek of een vervolgplek in ieder geval. Soms loopt het ook vast. En stoort dat je? Nou ja, je wil de wachtlijsten natuurlijk zo relatief kort houden. Dus het is niet dat het me echt stoort, maar dat ik vind dat een patiënt een goede plek verdient. Nou, de aanplakbiljetten hangen. We zijn hard aan het staken. Voor 5% erbij. Het is een zware baan, dus ik vind ook dat beloond mag worden in die zin. Ik heb een afspraak met een jonge dame om een nieuwe rolstoel aan te laten meten. Dus ik ga even kijken wat nu de stand van zaken is. Hey, goedemorgen. Hi. Hallo. Hi. Hi. Fijn dat jullie er zijn. Is de leverancier er al? Heb je die al gespot? Nee? Wij en mijn collega's uit het ziekenhuis zorgen voor je vader, of moeder, kind, partner. Waarom zou je die mensen minder betalen dan de mensen die voor op je geld letten? Dat is een veelgenoemde term die ik afgelopen weken veel heb gehoord. We gaan je staken. Wij gaan dus niet staken hier. Wel hebben we een aantal ludieke acties op touw gezet. Waaronder de stickers die we op onze jasjes gaan plakken. En er is een spandoek gemaakt. We gaan flyers uitdelen om de mensen te ondersteunen de petitie te tekenen. Waarom ik niet ga staken is omdat ik mijn patiënten domweg gewoon niet alleen kan laten eigenlijk.
Geldt hier met name voor de verpleging natuurlijk. Die zijn echt onmisbaar. Patiënten kunnen niet zonder hun zorg. Dus ik vind het heel knap dat ziekenhuizen dat wel voor elkaar weten te krijgen. Ik wens ze daar ook heel veel succes mee. En ik vind het een zeer goede actie dat ze dat doen. Want wij hebben gewoon een goede CAO nodig. Maar heb je dan het idee dat omdat je weinig middelen hebt, hè, zoals een staking, om je stem te laten horen, dat mensen het ook niet zo serieus nemen? Of in ieder geval de politiek? Misschien wel. Vandaag gaan we dus het plan doornemen voor jouw nieuwe rolstoel. Nou, we hebben al een vrij uitgebreid plan van aanpak, hè, waar de rolstoel aan moet voldoen. Het is denk ik wel belangrijk als het een rugleuning wordt met buizen waar ze iets tussen kan vallen. Hè, dat ze iets meer steun heeft, iets meer omvattende steun aan het bovenlijf. Want nu zit ze echt tegen de rugleuning aan. 46 centimeter schouderhoogte. Ik denk niet dat we die per se scherper moeten hebben, maar dat je de stoel in zijn geheel ietsje wil kantelen. Ja, maar dat weet ik wel, want dat heb ik gemeten. Nou, de politiek probeert eigenlijk een hele grote stempel te drukken op de zorg. Zonder daar daadwerkelijk een heel goed inzicht in te hebben wat ze nou exact aan het doen zijn. Er wordt heel veel gestimuleerd vanuit het parlement om patiënten zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Wat dus ten gevolge had, hè, de sluiting van vele verpleeghuizen, bezuinigingen in de zorg. Wat de revalidanten niet en de patiënten überhaupt niet per se ten goede komt, sterker nog helemaal niet zelfs. Zeker met de komende vergrijzing. We worden ouder, maar met meer ziektes. Dit gaat een probleem worden, of sterker nog, het is al een probleem. En daar moet nu actie op gevoerd worden. En nu gaan we even wat administratieve taken afhandelen. Oh ja, dat moet natuurlijk ook. Zodat de arts ook weet wat de controles zijn en of er nog bijzonderheden zijn. Is het veel werk? Ja. Dat is best veel werk. Wordt dat ook steeds meer? Dat wordt steeds meer, maar dat heeft ook te maken met bepaalde scores waar je aan moet voldoen. Scores? Scores voor de kwetsbare patiënt op een delier of een voedingstoestand. Die scores worden allemaal bijgehouden. Had jij die meneer al gesproken? Van die stoma? Oh, oké, fijn. Ik vind dat er is veel administratieve romslomp bijgekomen. Je hebt 6 patiënten, die moeten klaar zijn voor een bepaald iets, voor bijvoorbeeld een operatie. Dan heb je 's morgens moet je de medicijnen delen. Je hebt de artsenvisite op 3 West, op afdeling chirurgie, orthopedie. Bij ons die start om 8 uur. Dan heb je de voeding nog. Dus er is heel veel, binnen heel veel korte tijd, wat gedaan moet worden. En constant schakelen dus? De hele tijd. Ja, hoeveel loop je op een dag? Mijn dochter heeft een keer meegelopen. En voor een schoolopdracht hebben we echt dik 10.000 stappen gedaan over een hele dag. Wordt jouw vak genoeg beloond, vind je? Nee, ik vind dat wij wel 5% verdienen. Ja, waarom? Ja. Om meer mensen aan bed te krijgen en mijn dienstlijst rond te krijgen. En dat er gewoon wat ruimte komt.